Monday mornings be like. Fuck! 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 Oké, het is zondag. Zondag, yes! Yes! Had zondag. Het is zondag, het is weet ik veel, 3 uur in de middag. Ik heb nog fucking veel huiswerk, omdat ik al mijn huiswerk de laatste 2 weken heb uitgesteld. En het moet allemaal klaar zijn tegen morgen. Yes! Het is ook, weet ik veel, warm is met het weer. Het is, what the fuck? Winter is coming. Ook moet ik jullie zeggen dat ik de Q&A met mijn papa heb opgenomen. Dus ik moet hem nog bewerken en al die shit. En dan komt hij online. Ik denk dat dat niet meer zo lang gaat duren. Komt allemaal goed. Dames en heren, vandaag ga ik aan jullie vertellen wat ik zo erg haat. Een fucking ochtend. Dus dames en heren, zeker een duimpje omhoog als je dit leuk vindt. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's go. Oké, ja. Drugs. Acid, waarom neem je zoveel drugs? Ik heb een keer ontsteking en een infectie op mijn longen of zo, bit. Oké. Drugs. Yeah, it's very good. Wat zou er gebeuren als ik dat gewoon in 1 keer opdrink? Nee, dat gaan we niet doen. Dus yo, YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we een hele leuke video maken, dus zeker een duimpje omhoog. Wat ik had aan de ochtend, dames en heren. Let's, ja, het is al de 10e keer dat ik dit zeg, maar nu gaan we echt beginnen, dus let's go. Ochtend is niet, en eigenlijk gewoon echt niet het favoriete deel van de dag van mij. Het is echt deel van de dag dat ik het meeste haat. Nu ga ik even iets vertellen wat waarschijnlijk bij iedereen zo is. En dat eigenlijk echt geen nut heeft dat ik dit vertel, maar ik doe het toch gewoon. In de avond zit ik voor mijn computerscherm, op mijn telefoon, naar de televisie te kijken, op de PlayStation 4. Klaar, wakker. Ik ben niet moe, ik heb geen slaap. Klaar, wakker zit ik naar mijn beeldscherm te kijken. Tot mijn mama dan op een bepaald moment in mijn kamer stormt en gewoon zegt: Nathan, slapen, nu! Dan kijk ik echt gewoon naar haar zo van: ik ben niet moe, ik ben echt niet moe. Dan gaat ze weg en dat proces herhaalt zich meestal 5 à 6 keer tot ik dan gewoon, ja, in mijn bed kruip. Maar zelf, als ik dan in mijn bed lig, neem ik deze bad boy erbij. En ja, jullie weten allemaal hoe het gaat. Twitter, Facebook, Twitch, YouTube. Leg je daar met je telefoon in je bed. Doe dat, doe dat. Ah, fuck! Ah! Dat gebeurt echt veel te veel bij mij en dat is echt fucking kut. Want dus dan komt het moment. Lig ik daar in mijn bed, doe ik mijn ogen dicht. En dan meestal is het zo na 1 seconde ochtend. En word ik wakker van het vreselijke geschreeuw van mijn mama. Nata, opstaan! Je moet naar school! Nu! Uit je bed! Hup! Ik weet echt niet wat er gebeurt op dat moment. Het is alsof je moet opstaan om naar school te gaan. Waar je volledig geen zin in hebt. Waar er niks van plezier in zit. En je kan lekker in je warme bedje blijven liggen. Geen problemen. Geen zorgen. Lekker warm. Dan komt mijn mama binnen en dan weet ik hoe ver het is. Dan is het zo van: guys, school gaat beginnen. Hey! Zeg ook elke avond tegen mezelf, ik ga mij wekker zetten om 7 uur. Ik ga om 7 uur opstaan en alles een keer rustig doen in de ochtend. Dat lukt niet. Het is 7 uur, de wekker gaat. Ik zet mijn telefoon volledig uit. Leg die op mijn nachtkastje. Blijf slapen tot 7:45. En dan moet ik alles met superveel stress doen. En dat is echt niet leuk. In de ochtend ben ik een andere persoon. Ik weet niet hoe dat komt. Ik kan nu zeggen tegen mezelf, morgenochtend ga ik heel vroeg opstaan en ga ik nog dingen doen voor school. Dat gaat niet. Er is nooit tijd om nog iets te doen voor school. Dat zit daar gewoon niet in. Je hebt mensen die heel leuk zijn in de ochtend en die na de avond toe irritanter worden. En ja, mensen die vanaf de ochtend leuker en leuker worden richting de avond. Dat ben ik. Ik ben echt avondmens. Ik leef in de avond en in de nacht. Goeie parties, hey, 5 mannen. Ik snap niet hoe die mensen dat doen die in de ochtend gelukkig zijn niet. Hey, we gaan de dag goed beginnen. We gaan er goed aan beginnen. En dan s'avonds komen die thuis. Hey, fuck you, fuck you, fuck you. Hey, mama kan opstaan in de ochtend, doucht, ontbijt, zit ik weet niet hoe gelukkig haar koffie te drinken en de krant te lezen. Ik kom naar echt beneden in de keuken als een motherfucking zombie. Dan ga ik voor haar gaan zitten. Moet ik zo even rond me kijken om te kijken of ik op planeet aarde ben of ik niet nog aan het dromen ben. En dan zit ik daar echt gewoon 1 minuut of 4 zo. Het enige wat leuk is in de ochtend is die lekkere warme douche en het lekkere ontbijt. Het probleem alleen is, als je doucht, ik heb stress. Dus ik mag maar 5 minuten douchen, want anders ben ik te laat op school. Ik denk dat niemand het leuk vindt om uit de douche te stappen, want dat is net alsof je gewoon op de fucking Noordpool aan het wandelen bent. Helemaal fucked. Ja, dat is. Ik weet niet hoe jullie hierover denken. Niet of dat alleen bij mij zo is, maar ik denk dat er nog superveel andere mensen zijn die dat ook doen. Ik heb superveel respect voor mensen die om 6 uur opstaan om naar school te gaan. Ik kan mezelf niet inbeelden hoe dat moet zijn. Ik denk niet eens dat ik dat kan. Dus, ja, respect voor jullie. Laat zeker weten in de comments hoe jullie hierover denken, hoe jullie ochtenden zijn en ja, hoe jullie daarmee omgaan als jullie niet uit je bed kunnen. Ik heb al allerlei trucjes geprobeerd, maar blijkbaar werkt er echt geen één goed. 10 wekkers zetten op mijn telefoon. Nee, ik zet mijn telefoon gewoon uit of ik zet alle andere wekkers uit vanaf de eerste keer. Ik weet echt niet hoe het komt. Laat zeker jullie tips weten in de comments, dat ik er zelf ook iets van kan leren. Wel handig zijn. Vonden jullie deze nieuwe video nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En ik ben Acid en ik zie jullie morgen terug met een nieuwe video. Adios, bitches. Ja, you. Hello.